Dus ik was het vandaag even helemaal zat. Ik zat er even doorheen. En het is gewoon zo van, ja, ik heb zoiets van je moet allemaal dingen in het leven steeds. En anders dit en anders dat. Los van wat de regering bepaalt of zo. Daar heb ik het helemaal niet eens over. Gewoon van, ja, er zijn altijd consequenties, weet je wel. Het moet allemaal op een bepaalde manier. En ook al leef ik niet zoals andere mensen, ervaar ik dat wel heel erg heftig. Want ik word er echt helemaal kapot van de hele dag. Dus ik weet niet hoe andere mensen dat hebben. En ik wil ook niemand ontmoedigen. Do you and find your way, zou ik zeggen. Maar mijn weg was even vandaag van fuck it all. Wat bij mij soms nogal goed werkt. Ik heb niks tegen de regering of wat dan ook. En regels van die mondkapjes en zo. Ik ga echt niet zeggen van ja, dat ligt aan die en die. Het is meer gewoon zo van, we zitten sowieso in een soort programma. En ik vind dat moeten en die bangmakerij, dat we dat zouden moeten doorbreken. Dat vind ik, hè. En ik doe dat gewoon op mijn manier. Van, nou ja, eigenlijk, ik zeg wel dat vind ik, maar eigenlijk wil ik daar ook wel een beetje een soort van statement mee maken. Dus ik ging vandaag naar de supermarkt. Ik was helemaal zat. Ik had deze make-up op. En ik liet het mondkapje af. En er was niemand die mij zei van, je moet je mondkapje opdoen. En ja, het zal wel gebeuren waarschijnlijk als je ergens je mondkapje niet op hebt. En mensen zullen het egoïstisch vinden en wat dan ook. Alleen ja, ik ben echt niet een zweverig, esoterisch persoon. En als je dat wel bent, is ook allemaal prima, hoe je het ook wil noemen. Maar ik geloof echt dat dit een stom programma is. Of nou ja, stom. Ja, het is gewoon stom. Corona is sowieso stom. En ja, corona is er. Alleen die bangmakerij, die mondkapjes, dat vind ik echt. Ja, sorry hoor. Mensen denken dan van ja, dat moet, want het is veiliger. Ik vind het bangmakerij en ik vind het eigenlijk een beetje. Ja, ik vind het echt nutteloos eigenlijk. Maar ja, dat. Ja, ik wil ook niet zeggen van mensen moeten dat ook vinden. Helemaal niet. Maar. Kijk, ik vind gewoon dat het weinig invloed heeft of je wel of niet, weet je wel. Kijk, je gaat natuurlijk niet heel hard in iemands gezicht blazen of niezen of wat dan ook. Dat is natuurlijk niet handig. Maar ik vind die mondkapjes, ja, van als je dit niet doet, dan krijg je een boete. Maar ik denk ook niet eigenlijk dat het zo snel gebeurt, dat je meteen een boete zal krijgen of zo. Het is hooguit dat je misschien iemand hebt die een beetje boos wordt van, hey, doe eens even zo'n kapje op. En dat je zegt van, ja, ik geloof daar niet in. Ja, daar hebben zij dan geen boodschap aan. Mensen worden best wel boos. Boodschap in de supermarkt, daar hebben ze geen boodschap aan. Ja, ik vind gewoon dat je dan niet natuurlijk ook boos terug moet doen en een discussie moet gaan hebben, want dan krijg je straks nog een klap voor je kop. Alleen, ja, misschien gewoon zeggen van ja, ik geloof niet echt dat dat de manier is. Ik geloof niet in bangmakerij. Misschien dat iemand daar iets mee kan en zo niet. Ja, dan moet je misschien ook maar denken van nou, dan zet ik hem op voor die persoon even. Dat is dan heel kloten, maar dan, ja. Je wil natuurlijk liever geen discussie, maar je wil gewoon geen slaaf worden van het systeem. En het systeem vind ik altijd zo stom van de regering. Het is meer van het systeem, van het programma, van corona, van het moeten en van bangmakerij. En daar ben ik tegen. Dus ja, vandaar. Ik ga proberen geen mondkapje te dragen. En mocht het toch zover komen dat ik een boete krijg, ik denk niet dat het zo snel gebeurt. Momenteel kan ik het me net veroorloven en dan hang ik hem boven mijn bed. En ja, daarna is het waarschijnlijk wel even afgelopen dan met de rebellen situatie. Want dan moet ik ook een beetje aan mijn financiële situatie denken natuurlijk. Alleen, ja, ik ben gewoon niet. Ik heb het idee dat het bangmakerij is nu. Dus,
dat wilde ik even kwijt. En ik ga weer, want ik ben eigenlijk gewoon in een kutmoed. Maar dit was wel gewoon gemeend. Dus doeg!